Dat is nog eens een lekkere terugkomst voor jou hier. Ja, beter kan niet, denk ik. Vanaf de start waren we baas, domineerden de wedstrijd. Geef heel weinig weg. Mooi voetbal, 0-3. Dus ja, kijk. Extra gretig om hier te winnen? Ja, ik heb de boys toch een beetje toegesproken tijdens de trainingen dat dit wel een belangrijke wedstrijd is voor mij. Dat ik wil terugkeren en goede indruk achterlaten, dus dat hebben we wel gedaan. Maar ook voor de trainer, ook voor Surmeli? Ja, klopt, klopt. Zij waren ook allebei gebrand. Veel met Kursat gepraat de afgelopen week. Dat heeft wel geholpen, ja. Toch heerst er een raar sfeertje hier in het stadion. In welke zin? Nou ja, je merkt dat het publiek er 90 minuten lang achter blijft staan, of het goed gaat of niet goed. En de vijandigheid ligt in de tegenstander altijd. Ja, het is wel echt een publiek dat achter de ploeg blijft staan. In slechte tijden, in goede tijden, 90 minuten zingen. De Angels Light zal ook altijd vol zitten, dus aan het gebrek aan steun zal het niet liggen bij de spelers. Dus dat is wel mooi voor de groep natuurlijk. Ze namen jou soms ook op de korrel. Heb je daar last van of word je er beter van? Ja, ik heb het wel graag dat ze mij een beetje uitdagen. Natuurlijk is het niet zo heel fijn, maar ja, je gaat ermee om als voetballer. Dat hoort bij de wereld. Jullie winnen vandaag met 3-0. Snel wordt de marge ook 3. Heeft dat ook onder andere te maken met vorige week in die wedstrijd daarvoor, dat het niet lukt om de wedstrijd over de streep te trekken? Ja, ik denk dat vooral de voorhoede gebrand was om vandaag te scoren. Veel dieplomende acties, veel 1-op-1. We hebben ook wel een goede kans gecreëerd, dus ik denk dat zij wel echt on fire stonden vandaag. Ja. Heb je die joker ingezet? Ik heb mijn joker nog niet ingezet. Nee? Dichter bij huis kom je niet, hè? Breda. Oh, dat is wel dichter. Dicht bij mij thuis. Oké, excuus. Ja. Dan bewaar je hem voor nak uit. Bewaar hem voor nak uit, ja, klopt. Goeie reis terug. Dankjewel. Gefeliciteerd, het was een lekkere avond. Ja, absoluut. Zeker de eerste helft. Dat je eigenlijk vrij gemakkelijk op 2-0 voorkomt. Controleren we daarna de wedstrijd. Maken we de 3-0 voor rust. Ik denk dat dat wel heel belangrijk was. En dan weet je, de tweede helft gaan zij heel opportunistisch. Maar volgens mij hebben we geen kans weggegeven. Dus dat is absoluut een compliment. Er staan een paar supporters achter ons. Ik zal de ondertiteling er niet op aanzetten. Het is hier een grimmig sfeertje, hè? Ja, ze hebben volgens mij 4 keer op rij verloren. Dus ik snap dat het dan wat onrustig wordt. Maar goed, sommige teksten kunnen ze beter thuis laten. Gaan wij door naar waar het echt om gaat, de overwinning. Jullie zijn bezig aan iets moois, aan een mooie reeks. Ja, absoluut. Dat hebben we met elkaar uitgesproken. Natuurlijk, vorige week was even een klein kink in de kabel, zeg maar. Ook daar hebben we over gesproken dat het gewoon volwassen moet. Weet je, ballen gewoon wegschieten. Geen risico nemen achterin als wij voorstaan. En dan moeten we voorin gewoon het verschil maken. En dat hebben we vandaag denk ik fantastisch gedaan. Je loopt nu wel uit naar een marge van 2-3, wat je vorige week niet doet. Is dat inherent aan vorige week dat het nu wel lukte, dat je er nu meer de focus op legt? Weet ik niet. Ik denk dat het vorige week, ja, weet je, dat is ook, ja, soms heb je van die dagen dat het net niet even erin vliegt. Een balletje op de paal, dat is gewoon pech. Alleen, ja, we hebben het er wel over gehad dat als we dan 1-0 voorstaan, dat we die ook gewoon vast moeten houden. Gewoon de 0 houden, maakt niet uit op welke manier. En dan moet dat ook goed genoeg zijn. Dus ik denk dat je dat bij vlagen, zeker tweede helft vandaag, dat je dat absoluut hebt gezien. We geven echt geen kans weg, omdat we gewoon geen risico nemen. Bal weg en dan gaan we weer goed staan. Nog even naar jouw doelpunt. Was jij nou de eerste die door had dat die keeper zo ver uit zijn goal stond? Nou, ik denk dat de hele competitie weet dat deze keeper ver uit zijn doel staat. Maar hij komt ongeveer op alles. Maar ja, ik kreeg de bal mee en ik keek één keer op van, ik dacht, zal ik hem meenemen? Toen dacht ik, nou, gelijk uithalen. Dus, nou, dat is dan omdat je weet dat hij daar staat, een beetje een gekke keeper, dan profiteer je ervan. Ja, nee, ik vind het bij Vlagen een hele goede keeper. Maar hij heeft af en toe inderdaad dat hij wat ver zijn goal uitkomt, wat risico daarin neemt. Daarin onderschept hij ook wel een paar lange ballen. Maar ja, nu kon ik er mooi van profiteren.